Johan Versluis, na twee keer 0-4 wordt het nu 1-5 tegen Feyenoord. Moet de leiding van SC Dordrecht maar gewoon stoppen met het hierheen halen van de Rotterdammers? Nee, ik denk het niet. Ik denk als je ziet hoeveel mensen er weer op afkomen, dat het alleen maar goed voor de club is. En als je het wedstrijdbeeld ziet, is tot de 1-1 eigenlijk weinig aan de hand. En de 2-1 speel ik een bal te kort op Jeff. En uit die counter maakt ze het fantastisch af. En dan krijgen we heel snel krijgen we de 3-1 en de 4-1 binnen. En daarvoor denk ik dat we eigenlijk wel aardig meespeelden en zelfs ja, wel aardig voetbalden. Maar dit is hetzelfde Feyenoord dat vorige week tegen Barendrecht maar tot 1-0 kwam. Ja, maar iedere wedstrijd is anders. En, kijk, tegen zo'n amateurclub, dan is ook, dat spelen wij zelf ook wel eens. Hoe langer het duurt voordat die goal maken, hoe langer ze erin blijven geloven. En, kijk, iedere wedstrijd is een wedstrijd op zich. En ik denk niet dat we te veel waarde aan de uitslag moeten hechten. En, we moeten gewoon kijken dat de dingen die fout gaan, dat die de volgende wedstrijd niet meer gebeuren. Want Seko Cisse en Ruben Schaken die spelen een goede eerste helft. Beide scoren twee keer. Trek jij dat er nog enigszins persoonlijk ook aan? Ja, tuurlijk. Kijk, ik sta centraal achterin en mijn taak is om te zorgen dat we zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgen. En wat ik net al aangeef, bij de tweede speel ik de bal te kort. En bij de vierde sta ik niet helemaal goed. En kijk of je dan geblesseerd bent of niet, dat moet niet uitmaken. En, ik moet gewoon op deze leeftijd moet ik gewoon ervaren genoeg zijn om ook met een blessure gewoon goed te staan en te zorgen dat we niet zo makkelijk de doelpunten tegenkrijgen. Is het soms ook lekker om zo'n wedstrijd ertussen te hebben, dat je even met z'n allen weer weet waar je staat? Ja, tuurlijk. Kijk, daar is ook een voorbereiding voor, dat je niet alleen maar tegen vierde klasse speelt, maar dat je van alles wat speelt. En, kijk, woensdag tegen de tweede klasse, dan zie je ook dat we zeker de looplijnen steeds beter gaan. En ik moet zeggen, bij Vlagen was het vandaag ook eerste helft redelijk, maar ja, dan zie je toch het verschil. Tussen een tweede klasse en een Feyenoord, die maken gelijk die foutjes maken ze gelijk fantastisch af. Wat er met de trainer Theo Bos aan de hand is, dat weet iedereen. Virgil Breedveld neemt het nu over, maar is niet de trainer die de competitie ingaat. Heb jij toch behoefte aan snel duidelijkheid dat je wil weten wie de nieuwe trainer gaat worden? Nou, kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is als je zo'n jonge groep hebt, dat je niet overhaaste beslissingen maakt. En dat je gewoon in goed overleg met de staf en met de groep kijkt wat de geschikte trainer voor FC Dordrecht is. En, ja, ik denk dat we daar geen overhaaste beslissingen mee moeten maken. Ze zeggen wel eens de voetbalwereld is keihard, bijna onmenselijk. Dordt bewijst het tegendeel, hè, met hoe ze met Theo Bos omgaan. Ja, kijk, het is mijn 12e seizoen al bij Dordrecht en dat is ook niet voor niks. En, kijk, de club is altijd heel eerlijk en heel open. En, daarom is het denk ik ook moeilijker om zomaar gelijk een trainer te kiezen. Kijk, het is niet een trainer die ontslaat omdat hij het niet goed doet. We weten wat de reden daarvoor is. En, daarom zeg ik ook, we moeten niet overhaaste beslissingen daarin nemen. Heb je nog contact met Theo? Verleden week zaterdag heeft hij het aan ons aangegeven. En, ja, ik denk dat voor de trainer ook belangrijk is dat hij ook even zijn rust heeft. En dat hij, je kan wel iedere dag met de trainer bellen, maar hij heeft ook genoeg andere dingen aan zijn hoofd. En, die tijd heeft hij gewoon nodig. Maar hij zit er wel gewoon in je hoofd en je hart, denk ik? Ja, tuurlijk. Die gaat er niet meer uit, wat er ook gebeurt. En, daar heeft hij te veel voor de club gedaan, hoe kort hij eigenlijk bij de club is. En, we hebben ermee te maken en het blijft heel erg. Maar we moeten ook verder, de club moet verder, de spelers moeten verder. En, Theo is ook iemand die wil dat wij ook verder gaan.